Hallo jongens, meisjes, dames en heren. En we zijn weer terug. Jawel, met een hele box vol met Shining Fates tinnetjes. 10 tinnetjes. Helemaal sealed nog. Vandaag binnengekregen. Super tof. En vandaag doe ik het weer niet alleen. Ik ben weer met mijn vriendin. En die gaat mij weer helpen met het unboxen van deze tinnetjes. Vorige keer hebben we er heel veel lol om gehad. Dus ik hoop dat het deze keer weer gaat gebeuren. Dat het weer gezellig is. Zal toch vast wel? Nooit. Nooit, nee. Dus ja, laten we gaan beginnen. We kijken even hoeveel tinnetjes het gaat worden. Misschien alle 10, misschien wat minder. Sowieso gaan we de Kyogre tinnetjes openmaken. Want uit ervaring weet ik dus dat Kyogre tinnetjes heel veel kans hebben op de Shiny Zards. Courtesy of Timo. Die heeft al aardig wat gepoeld uit die tinnetjes. Dus ik zou zeggen, we gaan hem gewoon lekker opentrekken. Hè? Ik denk, in plaats van het dit keer een beetje heel moeilijk open te maken met gewoon je vingers, dacht ik, ik pak even een keukenmesje erbij. Eindelijk van brains. Ja, nou ja, progress. Ik noem het progress. Progress for the sake of progress. Precies, dat dus. Dus we gaan eens kijken wat voor moois we uit deze box kunnen halen. Kijk, kijk. Schijnende lotjes, Shining Fates. En dan gaan we hem openmaken. Hoppa. Ja, dat is een heel gedoe. Kijk. Heel mooi. Shining Fates. Jawel. De Kyogre tinnetjes gaan we er alvast uitvissen. Dat zijn deze. En volgens mij zitten ze allebei achteraan, of niet? Jazeker. Nou, dat is mooi. Dan kunnen we allebei het rijtje afgaan. Denk ik. En dan zien we dan wel. Zie nog een 2 Manaphy, 2 Celebi, nog 2 Zarude en 2 Reshiram. Dus we kunnen van elk allebei een artje pakken. Dus ik denk dat we maar gaan starten. En we beginnen gewoon lekker achteraan bij de Kyogre. Dan moet je toch juist eigenlijk voor het einde bewaren. Vind jij dat? Ja, ik wil die, als er een zart in zit, dan wil ik hem meteen poelen natuurlijk. Ja. Een beetje suspense hebben. Een beetje suspense, ja, maar dan gaan we ze ook allemaal open trekken. Dat moet je zelf weten, ja. Daar ga jij heel veel in hier. Ja, dat klopt. Ja, wat gaan we doen? Weet je wat, we beginnen gewoon allebei lekker met een Celebi tinnetje. Oké. Waarom niet? Celebi vind ik altijd heel leuk. Is toch een Gen 2 Pokémon, hè, Celebi. Van de Johto series. Aha. Ja. En dan wel, maar waar dat allemaal bij hoort, dat weet ik niet. Nee, maar daarvoor zit je ook niet in je nek in de Pokémon, dan ik er wel. Dat is gewoon... Ik hoop niet dat je tot je nek in een Pokémon zit. Ja, nou ja, ligt ook maar net aan hoe, wat en waar. Celebi. Nou, laten we eens kijken wat we in het pakje gaan, of in het tinnetje gaan krijgen. Welke pakjes? Ja, Manaphy muntje, standaard. Celebi kaartje, standaard. Corviknight. Pekkie en een, ja, hoe heet die ook alweer? Als je het weet, zeg het even, dan win je een kaartje. Dude Lizard. Ja, Dude Lizard. Ik ben gewoon zijn naam even kwijt, jongens. Maar hij staat er echt bij van dude. Ja, dat sowieso. Nou ja, laten we gewoon beginnen met de pekkies. We hebben de hele rambam verhuisd met alle benodigdheden. Dus die staan nu in een andere kamer. Als het gaat om sleeves en toploaders. Dus dat gaan we hierna natuurlijk gewoon erin zetten. Nog even Hans Kazanne. Kort trucjes. Nou, eerste pack. Eerste tin. Let's go. Leaf Energy. Rotom. Team Yeltowl. Floatzel. Snom. Gossifleur, Cacnea, Koffing, weer een Snom. Ja. Zo. Een Reverse Rotom en een Manaphy. Nou, dat is niet best. Helemaal niks. Helemaal nada. Nou, dat begint al lekker. Dat is suspense. Ja, suspense. Het leuke is dan als je helemaal niks hebt, dan moet je suspense ook gewoon van niks. Een anticlimax. Ja, ik heb de laatste tijd wel heel veel los van anticlimaxen als het daarom gaat. Ja, ik moet dus niet weten hoe je moet stoppen. Stoppen op je hoogtepunten. Ja, nou die moet nog bereiken.
Ja, wat nou? Dat hoeft helft. Ja, dat is waar. Psychic Energy, Twacky, Luxio, Rusted Sword, Koffing, weer een snom, Gossifleur, een Q-Font, een Spinarak, een Rillaboom VMAX, oh, die is mooi, en een Volcanion, maar deze is echt heel mooi. Die is wel mooi, ja. Ja, die heb ik nog niet gepoeld, dus dat is wel fantastisch. Rillaboom VMAX. Komt die er niet bij die je nou net erin gooit? Dit is een, gewoon een rare, is niet hollow, niet reverse. Wat is met die andere dan, die Manaphy? Die Manaphy is precies hetzelfde. Ja, waarom zit die niet daarin dan? Ja, omdat dat gewoon vol automatisch gaat. Je stelt de moeilijke vragen. Nee. We zetten de Rillaboom gewoon even lekker apart. Ja, die is mooi. Die is mooi, die leggen we hier. Zoals gezegd, alles gaat later in een sleeve en in een toploader. Kan ze nu wel even gaan pakken, maar ja, dan ben je weer een half uur verder. Dan zou ik zeggen... Oh, dat is zo'n groot huis. Nou, ik ga ze wel pakken. Joh. Nee joh, ga even zitten. Oké. Okay. Je ziet maar wie weer de broek aan hebt, dus. Toch wel een leuk kaartje hoor, ik heb dat Boom VMAX. Dat was echt nog niet gepoeld. Ja, een stukje eraf. Ja, is wel fijn hè. Hetzelfde muntje natuurlijk, hetzelfde kaartje. En dan heb ik ook de Lizard Dude. Ja, en? En die. Ah, oké. Okay. Ik weet niet wat dat is. Ja. Heb je een Blackout vandaag? Een Dragapult. Aha. Een Dragapult. Nee, maar hoe die Lizard Dude heet, geen idee. Ik ben hem echt even kwijt. Ik heb inderdaad echt een Blackout vandaag, jongens. Ik weet niet wat het is. Kan toch niet eens. Nou, kan dat niet. Voor een Pokémon unboxer kan dat eigenlijk niet. Ja. Maar ik ben gewoon zijn naam kwijt. Ben je nou vriend? Ja, ik heb last van een verkoudheid, jongens. Dus we zitten ook in quarantaine. Helaas. Komt-ie. Ja, Leaf Energy. Een Pelikaan. Een Eldegoss. Een Rusted Shield. Ja, hier gaat lekker. Nee. Shinx, Trapinch, Yanma, Weasel, een Grookey, een Reverse Twacky en ook een Volcanion. Oh, die kan daarin. Ja. Ja, ik ga lekker, want ik zit over een meter zo. Ja, daar kan ik niks aan doen. Jawel. Moet ik opzij? Ja. Nou, zeg dat dan. Jezus. Snap je toch ook wel? Nee, als jij niks zegt, dan snap ik dat niet. Dat moet je aanvoelen. Ja. Dode kaart. Hans Kazan. En let's go. Darkness Energy. Eldegoss. Een Dartrix. Een Rusted Shield. Een Grookey. Een Snom. Een Trapinch. Die Snom is echt de Rattata van die serie. Ja, eigenlijk wel, hè. Een Rowlet, een Weasel, een Baby Shiny Karkle en een Bosse Zorgers. Kijk eens. En die moet hij ook hierin? Ja, doe er maar bij. Doe er maar bij. Een Baby Shiny, dat is leuk. Dat is een mooie. Ja, ook die heb ik nog niet. Dus dat is prettig. Nou, ik heb zo het idee dat we... gewoon heel ver gaan komen vandaag. Is dat zo? Ja. Ik denk het wel. Weet je wat, we gaan de restje rem zien. De restje rem. Ja, waarom niet? Nee. Kijk eens, wapen. Yes, yes, yes. En je hoopt toch gewoon altijd met zo'n boxje dat je je geld eruit haalt. Ja. Maar dat soort dingen, net als een casino. Ja, je wint of je verliest. Zet hem even terug hoor. Anders moet ik weer zelf in allerlei bochten wringen om erbij te komen. Ja. Kijk eens. Zartpak. En Corviknight. Zitten er lekker in gepropt. We beginnen met Corviknight. Het enige wat ik... Een van de weinige dingen die ik gewoon nog niet gepoeld had. Dat was en die Rillaboom V-Max. Die shiny Rillaboom die we net hebben. Die V-Max. Mm-hmm. En de Zart. Die heb ik ook gewoon nog niet gepoeld. Oh, godverdomme.
Moet de mist eruit halen. Ja, nee, ik zag dan wel dat er een hit in zat. Nee, joh. Ja, dat zag ik aan de kaart. Ah, joh. Dat is zonde. Maar oké, okay, jammer dan. Dan deze ook vast even uit. Kunnen we laden. Fighting Energy. Dartrix. Een Cremorant. Rusted Shield. Gossifleur. Rowlet. Q-Font. Spinarak. Komt weer Snom. Mm-hmm. Reverse Cacnea. En een Alchemy V Full Artje. Mm-hmm. Die is wel leuk. Die is wel mooi. Ik heb hem al, maar die is... Dat is een mooi kaartje dit, Alchemy. Die Cacnea is ook bijzonder, hè? Ik gooi hem weer daarbij. Ja, die is Reverse. Ja, Reverse is niet heel bijzonder, hoor. Nee, maar wel... Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik snap wat je bedoelt. Jij legt die wel op, altijd apart. Dat is waar. Je hebt gelijk, schatje. Ja. Rule number one of the relationship. Je hebt altijd gelijk, schatje. Oh. Dat klopt. Zo. We hebben een Lightning Energy, Gym Trainer, Twacky, Cremorant, Spinarak, Snom, Grookey, Eevee, Morpeko, Baby Shiny Sobble en een Professor's Research. Weer een Baby Shiny erbij. Kijk. Tot nu toe zit er in elk tinnetje wel een hitje, dus dat is fijn. Dat is prettig. Ik wil vier hitjes uit de... 6 packs op dit moment. Dat is niet slecht. Dat is echt niet slecht gewoon. Nice. Ga je gang, schat. Hé, hey, de Mewtwo. De Mewtwo-dinges. Bunt. Muntje. Reshiram. Lizard Dude. Jazeker. Die ik niet te pakken krijg. Zit er goed in. Zo. En dat ding. En Dragapult. Nou, doen we eerst nou weer die kikker. Hoeveel ik het over is. Het lijkt op een kikker. Ja, het is een, ja, weet ik veel. Het is een Dragapult. Ik weet niet of Dragapult een kikker is. Let us know in the comments below of het een amfibisch deze is. Dit amfibische wezen heeft geen naadje. Nou, hij zal vast wel een naadje hebben, hoor. Maar geen, hij heeft geen naadje om te pakken. Oh, nou, nee, niks zeggen. Nee. Er kunnen kleine kinderen kijken. Nou, kom op. Serieus? Oh, daar is een naadje. Ja, heb je zo'n naadje? Ja. Goed zo. Een soort van. Trek hem als een naadje. Wauw. Dit is een leuke. Hè? Nou, wie weet voorspelt dat iets goeds. Ja, precies. Dit is Superlijn van de Hoornbog. Nee. Ik koop de kaart. Let's go. Psychic Energy. Oké. Okay. Bulgai. Rusted Sword. Eldegoss. Trapinch. Rowlet. Choodle. Morpeko. Koffing. Een Reverse Nickit. En een Dreadnought. Nee. Dit is gewoon eentje voor hier. Ja, dat is gewoon eentje voor daar. Dat is de Dreadnought en de Bosses Orders. Dat is echt verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Die kom je zo vaak tegen dat het gewoon echt bijna heiligschendig is. Oh. Ja. Dat is echt niet leuk. Nou, deze gaat beter. Die gaat beter. Nou, dat is niet wel zo uit. Sodomieter. Nou, ik zal voor jou deze keer hem zo doen. Dat is fijn. Even de truc. De truc. De Hans Kazan. De truc. Fire, Tropius, Pelican, Rusted Sword, Spinarak, Pimon, Horsey, Rowlet, Eltje, Morpeko, Hantaro, een Reverse Rillaboom, en een Cremorant V, een grote Pelican. Ja, die hebben we ook al 20 keer, de Cremorant V. Maar dat maakt niet uit. Een V'tje is een V'tje en een hitje is een hitje.
Kijk, je kan beter een viertje hebben die je al 20 keer hebt in zo'n tinnetje, dan dat je niks spoelt. Weet je wat, ik ga gewoon lekker hartstikke door. Kan mij het schrijven. Ik vind het gewoon leuk om te poelen. Waar is dat mes? Die ligt hier achter, want die leg ik steeds een beetje uit beeld. Aha. Het is een beetje raar als elke keer een mes in beeld ligt, hè? Vind je? Ja. Nou. Dat vind ik, anders zeg ik het niet. Is dat zo? Ja. Een bekje deze. Dit is nog even. Lachen we niet uit. Even deze tin. Dat doet ik wel. Ik heb het in de gaten. Nou, de Zaroot tin. Met weer een Mewtwo coin. Een Zaroot. En weer een Zart pack. En een Corviknight pack. Zo, mooi hè? Ja. We gaan het zien. Het is altijd maar hopen dat je mazzel hebt, hè, met zo'n box. Ik hoop gewoon echt op een zartje. Kijk. Nou, Leaf Energy. Eldegoss. Luxio. Ballguy. Cacnea. Choodle. Eevee. Een Nickit. Horsea. Een Reverse Q-Fault. En de Morpeko V-Max. Nice. Ja. V-Maxje erbij. Hoppa. Dit is een Weavers. Een andere stapel jij. Ja, ja, ja. Ik word gewoon enthousiast van die hits. Ja. Ik ben net Frans Bauer. Ik word ook enthousiast van mijn hits. Heb je een chartje voor mij? Dat zou mooi zijn, ja, ja. Het liefst een Rainbow V-Max. Ja, nou ja. Al zitten die waarschijnlijk niet in. Nee, die zitten hier niet in, de Rainbow V-Maxjes. We hebben nog een Darkness Energy. Een Floatzel. Een Luxio. Rusted Sword. Horsea. Grookie. Morpeko. Spinarak. Weasel. Reverse Yanmega. En een Zaroot. Nou. Toch weer een hitje in het tinnetje. Wat dat betreft. Nou schat, het is weer aan jou om de volgende te doen. Oké. Maar volgens mij is de codekaartje toch aangepast hoor, bij deze set. Want alles is nu gewoon wit-groen. Normaal gesproken betekende wit-groen een hitje. En we hebben nu ook een paar packs zonder hit gehad. Dus ik denk dat ze het... Volgens mij heeft het nooit... Jawel. Ja, dat denkt iedereen. Ja, dat denkt iedereen. Dat is gewoon zo. Ik heb er weer zo een. Ja, Mewtwo. Zie je dat? Mooi, hè? En ik heb weer een kikkert. En een zart. Eindelijk is een vuurbeest. Een zartpackie. Die ik er weer niet uit krijg. Oké. Toppertje. We beginnen met de kikkert. Jazeker. Die kikkers hebben vreselijke naadjes. Kikkers hebben vreselijke naadjes. Ja. Dat is iets van National Geographic, deze uitspraak. De kikkers met hun naadjes. Ja. 5 tins, 6 hits. We lopen hoger dan 1 op 1. Astu. Jazeker, dank u. Nou, Water Energy. Een watertje. Tinial Towel. Rotom. Rusted Shield, Snom, Horsea, Rowlet, Morpeko, Spinarak, Lapras, Shiny Lapras, lekker, en de Weezing. Lekker, Shiny Lapras, een hele mooie. Deze, leuk, ja. Ja, die heb ik voor de laatste keer ook heb ik die gewonnen in een battle. Is in battle niet in een live. Lepers Shiny. Dus die komt als het goed is morgen binnen. Dus dan hebben we er 2. Okay. Dus dat is mooi. Shiny Lepers. Oeh, deze gaat makkelijk. Oeh. Nou, als dat een voorbode is, dan zou het helemaal fantastisch zijn. Maar volgens mij hebben wij nog geen enkele box opengemaakt waar Shinies in zaten. Dus dit is de eerste. Zulke kaarten. Gewoon een V, toch? Nee, kijk, die sterretjes eromheen en zo. Dat betekent shiny. En dat is ook met die hillebom. Oh, wacht. Dat is echt zo'n... Net zoals die dingen. Dat... Kijk. Ja, wacht even. Hou je mond. Ja.
als jij, net zoals als je Pokémon gaat vangen, ja, dat ze dan zo'n andere kleur hebben, dan zijn ze shiny, toch? Ja, precies. Ah, ik snap het. En snap je nu het verschil tussen hier baby shiny en full shiny? Dat is gewoon een baby Pokémon waarschijnlijk. Nee, de baby wil zeggen dat hij dus een kleiner plaatje heeft met die shinies eromheen. Dat is allemaal niet in beeld. Maar... Oké. Nou, baby heeft dus sterretjes in het plaatje en full shinies hebben het dus in full art overal, die shinies. Die sterretjes betekent shiny. Ja, dat snap ik. Oké, nou. Dus maar ik dacht dat dat dan gewoon een baby Pokémon was, omdat dit dan shiny was. Nee, dat is gewoon baby shiny, als in een kleine shiny. Aha. En dan kan ik je het verschil dus laten zien. Ja. Dat is die Rillaboom V-Max, dat is ook een shiny Rillaboom. Hmm. Nou, jouw volgende packie. Welke was dat? Dat is die. Oh ja, nou zie ik het. Ja, toch? Ja, ik dacht dat dat gewoon om die vier ging, maar oké. Okay. Nee. Weer wat geleerd. En Darkness, ding. Yes, Darkness. Een balletje. Een pelikaan. Een aap. Een insect. Hantaro. Met zijn vriendjes. Een spookbom. Een bloemetje. Een cactus. Een vrouwtje die onderzoek doet, blijkbaar. Reverse. Een zeewezen, denk ik toch maar. Dat ja, het is een mythical Pokémon. Een mythical Pokémon. Ja. Moet die... Die moet daar. Oké. Nou, we hebben die ook gehad. We houden Manaphy's doen. Weet je, we doen ze gewoon lekker allemaal. Doen we ze allemaal, vent. Ja, toch wel, dat dacht ik al. Je moet gewoon toch ergens je video's een beetje mee vullen. Ik bedoel, laatst hadden we dan gewoon vier tinnetjes en... Wat pakjes. Ja. Dus we doen nu gewoon lekker de hele box. Nee, je moet jezelf af en toe een beetje verwennen. F it. En, ik denk dat ik F U C K mag zeggen. Nee, ik denk niet dat dat heel handig is. So if you seek Amy, you gotta look further. Oh nee, gadver. Wat? Wat gadver? Dat is een Britney Spears ding. Oh. Ik heb ook niet zo'n Britney Spears. No hate voor Britney, maar. En dat kan. Dragapult en Charizard. 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 Nou, dat is een makkelijk petje. Zo. We gaan weer trekken. Kaarten trekken. Steel Energy. Ball Guy. Dartrix. Rusted Sword. Yanma, een Gossifleur, een Eevee, Morpeko, Yanma, Horsey Reverse en een Frostmoth Hollow. Oh, die is ook wel nice. Ja, dus ik weet niet, ik vind het wel nice. Ja, holletjes zijn altijd wel leuk. Dan gaan we naar de Zart. En we hebben hierna nog twee kins, dus wie weet. Heb jij een Zartje van mij? Dat zou mooi zijn, lala. Zo, Hans Kazan. Psychic Energy. Gym Trainer. Twacky. Team Yeltowel. Spinarak. Choodle. Een Keknia. Morpeko. Snom. Een Reverse Frostmoth. En een Bosses Orders. Dit was een slechte. Wow. Jawel. Wow. Alle kaartjes zijn leuk, joh. Ja, oké. Okay. Maar goed. Wat was die ene nou? Ik verstond echt een Tini en Lauwel. Het is een Tini en Lauwel. Tini en Lauwel. Ja, ja. Jazeker. Een Tini en Lauwel. Een Tini en Lauwel, ja. Waarom niet, toch? Dan raad er weer één. Yep. Niks. Zal het ook ASMR zijn, zo? Wat zei je? Of dit ASMR is, zo. Ik heb geen idee. Nee, want jij bent een ancient, dus je weet waarschijnlijk niet eens wat ASMR is. Ik heb er wel eens van gehoord. Don't judge me. Oké. Ik zie weer een Mewtwo. Dan moet ik het wel aan de camera houden. Dat is wel handig. Manaphy, een Zart. Die dit nu deze keer wel. Oeh, hij voelt zwaar. Oeh. Hij voelt echt zwaar. Ja. Dat is een Zart met obesitas. Ja. Nou, Lizard guy. Lizard dude. Oké. <Okay. laughs> Eigenlijk moet dat een turtle zijn. Dude. Van Finding Nemo en Finding Dory. Juist. Dude. I get the reference for once.
Yes. Hey ho, let's go with fire. Fire. Twacky. Rusted sword. Ball guy. Gossifleur. Keknia. Koffing. Snom. Gossifleur. Zarud. En een Jamega. We hebben best wel vaak dat we gewoon twee dezelfde kaarten in één pack hebben zitten. Klopt. Dat zie je ook niet vaak. Ik ben hier benieuwd naar. Ja, nou. Hij voelde echt best wel zwaar. Ja. Kan ook optisch of optisch bedrog zijn. Nee, optisch niet, nee, maar. Sensitief bedrog zijn. Sensitief bedrog. Maar ik ben benieuwd. Me too. Als het hey, twee codekaarten. We hebben een error pack. Misschien dat hij daarom zwaarder is. Dat zou kunnen. Is het dezelfde codekaart? Nee, het is niet dezelfde codekaart. Dat is apart. What the fuck? Oké, nou, vier heb ik er. Ja, ja? Goed geteld. We gaan zien. Oké, Steel Energy. Er zit iets in, ik zie het al. Oké, we gaan het zien. Ik ben benieuwd. We gaan het zien. Steel. Twacky. Rusted Sword. Luxio. Keknia. Gossifleur. Nickit. Trapinch. Yenma. Team Yeltawo Reverse. En een Greedent. Oké, ik zag de... Je zag de randjes. Ik zag de zwarte rand, zag ik. Oké. En het is best wel bijzonder. Twee codekaarten in één pack. Ja. What the fuck? Heeft de sorteermachine zijn werk niet goed gedaan? Nee, dan is er dus ergens een pack in Nederland of de wereld waar dus... Geen codekaartje in zit. Precies. Nou, laat de tweede maar, hè? Ja, de Kyogre's. Nou, alsjeblieft, laat wij een keer een box hebben die een Kyogre... Filling heeft met een zwart erin. Nou, we zien. Met onze mossen zal het echt niet zo zijn. Maar... En als het niet zo is, dan hebben we toch een goede tijd gehad, hè? Ja, zeker. We hebben een goede tijd gehad, jongens. Ja, toch? Hai, hai, goede tijd gehad, Henk. Zeker. Je wel een zwart pack. Kunnen we paaseitjes eten? Altijd. Deze vond niet zo zwaar als die van jou net. 5%. Dat schiet niet op. Nee. Je moet even een oplader halen. Ja, even pauze dan. Ik pak een oplader. Ja, pak jij eens een oplader, want anders ga je het niet redden. Nee, dan ga ik het niet redden. Hè? Pilo? Nee. Gaat er eentje filmen zonder te kijken of die wel voldoende batterijen? Ja, nou, ik dacht dat we het wel gingen redden. Ja, maar ik ben niet, hè? Vorige keer waren we ook 3 kwartier bezig. Half uur. Dat is niet waar. Wat? Dat is niet waar. 3 kwartier. Want 3 kwartier, joh, kan mij het schelen. Ja. Nou, even de technische problemen oplossen. Hoppakee. Ja. Pak die hem. Wow. Nou, ik hoop dat we hem hebben. Jawel. Ja? Ja toch. Nou ja toch. Hier zo moet je nee, doen. Hij zit er niet in. Hij zit er niet goed in. Oh. What the fuck? Even eruit. En weer erin. Ja. Nou doet hij hem wel. Nou, oké. Opgelost. Dan kunnen we weer mensen. Ocarina was experiencing some technical difficulties. Please stand by. Hey, je zou toch denken met zo'n aeropackje dat je dan denkt van nou... Het is wel bijzonder. Het is bijzonder. Dat vinden wij niet raar. Dat vinden we alleen heel bijzonder. Ja, eens. Scherpstellen. Leaf Energy. Rotom. Eldegoss. Ja, is goed joh. Tropius. Rowlet. Trapinch. Buizel. Koffing. Shinx. Baby Shiny Frosmoth. En een Bosses Orders. Kijk, kijk, kijk. Weer een Baby Shiny erbij. Hoppatee. Dat gaat lekker. Liever een Baby Shiny. Dan helemaal niks. Dan weer... Helemaal niks. Verbaas me echt hoeveel baby shinies er in deze set zitten hoor. Het zijn er veel. Ik had best wel veel ook hoor. Hè? Vorige keer wat best wel veel. Volgens mij zitten er sowieso gewoon veel in zo'n hele doos. Ja, nee, maar gewoon sowieso in de set. Dat valt me op. Darkness Energy. Doe je dan Shining Fates? Ja. Oh, dat is de set. Oh, Eldegoss. Dartrix. Ik weet niet in. Ja, Gym Trainer. Ik help je alleen maar joh.
Choodle, Nickit, Grookey, Yanma, Morpeko, een Reverse Manaphy en een Crobat VMAX. Nice. Lekker. Lekker, weer een VMAXje erbij. Nou, gaat dit dan de gouden tin zijn? Zou het? Let's hope. Let's hope so. Daar gaat het Messi erin. Ja, toch? Weer een Mewtwo. Ja, kan je ook weer. De dude. En de Dragapult. Nou. Welke eerst? Doe de dude maar. De dude. Oké. Okay. Hij zou ook maar als een error gewoon voorop liggen. Dat zou wel grappig zijn. Ja, dat zou echt bizar. Echt bizar. Echt waar. Hè? Dat zou echt bizar zijn. Ja, toch? Nou. En 4. Een electric ding. Ja, lightning energy. Cremorant. Rotom. Rusted sword. Ik zie wel weer een zwart lijntje. Spinner, hè? Oh jee. Ja. Snom. Ik weet niet of die zwart ook een zwart lijntje heeft. Nee, Grookey, Eevee, Morpeko, een Twacky Reverse, oop. En Cinderace V. Oké. Okay. Oh, okay. Weer een V. Als tu. Ja, we als de V. We lopen wel gewoon 1 op 1 met die vingers, dus dat is gewoon prettig. Last of the bunch. Yes. Een EV zie ik al, een EV. We zullen het zien. Ja, dat is een mooie EV, of niet? Een hele mooie EV. Nou, Last Pack Magic, let's hope. We hebben een Fighting Energy. Een Cremorant. Een Twacky. Rusted Sword. Eevee. Horsey. Cacnea. Shinx. Nickit, een Reverse Ball Guy en een Yanmega. Dat is jammer. Dat is zuur. Oh, wacht. Andersom. Nou, dat waren echt alle tinnetjes. Kijk, ik heb ze zo gelaten. Dat kan ik leuk zien. Ja, en ik heb ze gelukkig allemaal dicht gedaan. Ja, natuurlijk. Nou, kijk eens. Hop, hop, hop. Nog één. Yep, dus, en nummertje 5 van mij. Goed zo, het is toch leuk als eindding zo. Ja, maar dan gaan we niet. We gaan niet naar jouw tinnetjes zitten kijken. Nou ja. We gaan naar de hitjes zitten kijken. Daar gaat het om. Toch maak even een leuk setje zo. Nee. Ja, dat is leuk voor jou, maar dat is niet dat het belangrijkste zijn de hitjes. Nee. Ja. Nee. Dus even nog op een rij. Een Holo Frosmoth. Een Baby Shiny Frosmoth. Een Baby Shiny Sobble. Baby Shiny Karkol. Greedent V. Cinderace V, Cremorant V, Crobat VMAX, Morpeko VMAX, Elcremy V Full Art, Shiny Lapras en de Shiny Rillaboom VMAX. Zo, dat was deze Shining Fates box. Al met al zou ik zeggen, een goed boxje. Jammer dat we weer geen Zard hebben. Ik bedoel, dat blijf ik toch zeggen. Je wilt hem toch poelen. Misschien moet je erover ophouden, dan krijg je hem ineens. Ja, dat zou best wel eens kunnen. Bad karma. Bad karma. Maar ik blijf wel luck hebben met dingen. Dus dat is, behalve gisteravond dan. Dat was gewoon kak. Ja, dan weten ze niemand, daar gaat deze film niet over. Nee, dat klopt. Maar goed, dat waren even kort gezegd 2 Hatterene boxen met gewoon 0 hits. Anyway, dit was de video. Dankjewel weer voor het kijken. En als het goed is, hebben we aanstaande woensdag 2 Shining Fates ETB's binnen. Dus die gaan we ook op video open trekken. En ik ben benieuwd wat daarin zit. Ja. En ik hou mijn mond erover, want
Ik jinx het niet. Precies, goed zo. Fijne avond, slaap lekker en tot de volgende keer. Toedeledokie.